De politieke partij, de Partij Luhur, onder voorzitterschap van de heer Paul Somoharjo, die heeft het jaar 2022 afgesloten met leden van de partij en dat dan door middel van een cookout. Wij van TBN Prime Alert spraken er met de voorzitter van de PL en aan hem vroegen wij hoe hij toch wel terugblikt voor wat betreft wat de PL allemaal heeft kunnen bereiken in het jaar 2022. En we spraken ook met hem over de komende verkiezingen, mede gelet op het feit dat we opgaan naar de tweede helft voor de regering. Verder spraken wij met Somoharjo welke rol van betekenis de Partij Luhur verder wil gaan spelen in de samenleving en ook de verkiezingen zelf binnen de PL, mede gelet op de leeftijd van de voorzitter. Hij wordt er volgend jaar 80 jaar. Hoe is het jaar 2022 met name geweest voor uw politieke partij, de Partij Luhur? Een goedemiddag, een goedenavond. Op het jaar Luhur is een bijzonder jaar. Een bijzonder jaar omdat wij zien het terugkomen van onze mensen. Dat doet ons goed. Ja, want met het zomaar migra. Ja, en het met meer dan ooit bewust. Vooral wij, partij als basis, Tjowo. Niet dat wij etnisch bezig zijn, want ook andere partijen hebben basis. VHP heeft de basis in Hindustanen. De NPS bij de Kriolen. De APOT pas Marons. Dus dat is, mag niet gekwalificeerd worden dat PL bezig etnisch mee zijn. En dat doet ons goed, want de mensen weten ook dat de enige partij met een Tjowo basis, ja, die nog boven wat drijft, is speciaal voor wie de anderen zijn niet meer. KTPI, de leiders niet meer. Hij verzuimde de leiding over te dragen aan anderen. En zodoende kunnen we met trots zeggen, we zijn de enige overbleven. En we zijn bijzonder erkennelijk en dankbaar dat de Tjowo meer dan ooit bewust zijn om terug te komen. Ja. Maar terugkomen is één, heer Somoharjo. Maar wat verwacht u van hun? Nou, wij verwachten, want zeggen, ik ben zomaar weggegaan. Ik heb geen profeet. Ja, en ik wil nou mijn eigen partij weer opbouwen. En dat doet ons goed. En daarom zijn wij, u hebt gezien, we zijn gestart met een Tjowo-congres. We zijn gestart met een het nieuwjaar van Javanisme op het onafhankelijkheidsplein. We zijn zo goed dat we kunnen zeggen, meneer, dit keer moeten we het halen. Ja, want we zeggen, we hebben wel één zetel. Maar in feite zijn wij samen met ABO-PL 10 zetels. Maar dat is de jury misschien, maar die facto hebben we 1 zetel. Maar ik ben erkennelijk dat de VP erkent dat dankzij PL dat hij nu VP is geworden. Want hij erkent overal zonder VP, zonder PL zou het misschien niet worden. En dan ga ik direct verklappen, met de wil van de Almachtige gaan wij volgend jaar op 28 januari in Nikeri de samenwerking voor de verkiezing van 2025 launchen. Ja, dat in het Volksplein op een keer vooraf gaan met een optocht en alle activiteiten. Ja. En die samenwerking ziet u dus goed zitten tussen de ABAP en de PL? Nou, tot nu toe hebben wij geen klachten. Ja, we moeten nu al naar, kijk, de top. De eerste lijn, tweede, maar we moeten niet nou naar het volk toe gaan. Ja, het volk moet niet opgehitst worden, gesplitst worden. Want je hoort al verwijten, zijn we gewoon naar Maros, die man naar Voerman, die man naar Rovers, zijn we gewoon naar Jan Panis, zijn gemakkelijk, zijn verraders. Ja, daar moeten we oppassen. Okay, we moeten zeggen, maar meneer, je hebt bij elke volk, je hebt rovers, ja, maar je hebt ook mensen van de ABOP, van de Maros op de universiteit. Je hebt ook mensen van Javaanse komaf, zijn verraders, maar niet alleen bij de Javanen, je hebt ook bij de Hindustanen, je hebt ook bij de VHP, je hebt ook grote verraders, je hebt ook bij de NPS. Dus het verraad is geen argument. Ja, belangrijk voor ons, dus zij zeggen, we zijn de twee meest achtergestelde bevolkingsgroepen. Waarom ik zeg bevolkingsgroepen? Omdat we nog niet kunnen zeggen van één volk. Ja, tegen de onafhankelijkheid had ik gezegd, ja, kijk, Nederland, jij bent een goede bruggenbouwers. Ja, een grote brugbouwers. Maar je verzuimde de intermenselijke brug voor ons te bouwen. De Hindustanen in Calcutta, de Javanen in de Kampong, de Marons in de jungle. En zo zijn we verdeeld. Dus ik dacht de overtuiging dat we eens bij elkaar komen, maar niet geforceerd. We moeten naar elkaar toe groeien. Vandaar dat de eenheid belangrijk is. Ja. Heer Somoharjo, we gaan erop naar de tweede helft voor deze regering. Hoe gaat u erop waken dat er niet gehengeld zal worden in de vijver van de PL?
Nou, kijk, hengelen of niet hengelen, dat laten wij aan het volk over. Ja, wij waarschuwen alleen dat het kapitaal een belangrijke rol gaat spelen. Dat de mensen niet gemakkelijk omgekocht kunnen worden. Ja, men gaat kaarten kopen en de kaarten gaat verscheuren. Dat we in de minderheid zijn, daar moeten we rekenen. Maar ja, we gaan vooraf de nodige, ja, de nodige preventie. Ja, dat de mensen dan vooraf gewaarschuwd worden. Maar kijk, ja, als je je kaarten verkocht, als je jezelf je stem verkoopt, dat betekent dat je je toekomst van je kindskinderen gaat verkopen. Dat moeten we met ons allen voorkomen. Wij moeten zeggen, meneer, het is mijn recht om vertegenwoordigers te sturen die mij echt vertegenwoordigen. Niet die zichzelf vertegenwoordigen en zichzelf rijk maken. En daar moeten wij nu de lering geven. Maar merkt u, heer Somaharjo, dat de basis, zoals u zei, de Javaanse Surinamer, nu wel standvastig is richting de PL? Wat ik nu zie, kijk, je kan niet in hart zien. Maar wat ik nu zie, de mensen komen massaal hier, niet alleen om te eten, want hier straks hebben we een Gotong Royong verband, dat wil zeggen geven en nemen. Elkeen die hier komt moet wat brengen. Ja, bijna zeggen we verplichten ze, al breng je water, breng je, mag je niks uit. Want het leven is niet alleen nemen, je moet geven. En dat is Gotong Royong verband en wij zorgen van backup. Alle districten met Israël van die keren en Koroni, omdat ver zijn, Saramaka, Wanika, Para, Komwijn, voor een backup zorgen dat ze ook koken. Dus als mensen te weinig eten brengen, dan hebben we een backup. De mensen brengen ook geen dranken, we hebben ook een backup. Dus iedereen is van harte welkom. Of je brengt of je niet brengt, want als je niet hebt, kan je niet brengen. Dat kunnen we niet dwingen. Maar als je hebt, een glasje, een flesje water, een flesje soft, is altijd meegenomen. We moeten de attitude van ons, ja, proberen, ja, niet alleen nemen, maar ook geven. Dat is Gotong Royong, onderlinge hulp, ja, dat we samen het woord verdelen moeten kennen. Heer Somaharjo, het jaar 2022 is ook geweest dat u bent, zo, als het ware, verhuisd richting Nikeri. Is het een avontuur geworden of heeft u daar spijkers met koppen kunnen slaan? Nou, ik heb helemaal geen spijt van gehad. Ik ben zelf bijzonder trots en dankbaar. En dat mijn aanwezigheid daar zorgt voor de eenheid. Ja, want ja, u weet hoe het is. Iedereen wil zich profileren. Je mag profileren, ja, maar je moet je kunnen aantonen. Ja, je gaat niet profileren en dan strijden onderling. En dat gaan wij niet tolereren. PL is één. Yeah, one leader, yeah, one party. Yeah, dus dan, yeah, ik ben aan de keer gegaan om dan de eenheid sterker te maken. Ik heb ze altijd gezegd, luister, het is niet mijn intentie om kandidaat te worden. Ja, maar als er geen anderen zijn, dan ga ik mezelf plaatsen. Ja, want ik ga geen verloren wedstrijd spelen. Ik ga niet iemand plaatsen die niet kan scoren. Maar als je me kan overtuigen, ik ga scoren, ik ga zetels maken, ik ga stemmen brengen, dan mag je gaan. Je moet misschien als een backup. Wat zal wijziging van het kiesstelsel met name gaan betekenen voor de PL, heer Somaharjo? Kijk, PL zit in een gelukkige omstandigheid. Wat je ook doet, je bent overal te vinden, behalve in het binnenland. Als je naar Komwijnen gaat, heb je PL. Als je naar Wanika gaat, heb je PL. Als je naar Para gaat, heb je PL. Als je in Paramaat, overal, de kustvlakte, zijn wij heren en meester. Dus daarvoor zijn we niet bang. En, dat is dan weten ook, met deze kiesstelsel, ja, als ik bij Wittekomen 3000 nodig heb, haal ze 100 minder, dan haal ik het niet. Maar met de wijziging hopen wij dat als we de 200 of 300 weghalen, dat wij dan als de meerderheid de zetel binnenhalen. Ja. En nu in de tweede helft dat we er zijn, heer Somaharjo, we weten dat de PL is er bij de afgelopen verkiezingen, maar met één zetel. Ziet u de groei in de afgelopen periode? Je moet de afgelopen verkiezingen zien als een klink in het kabel. Een knik. Een kleine kortsluiting. Ja, maar de kost is hersteld. Je ziet die mensen terugkomen. De mensen was, ja, kort voor de verkiezing had je dan verraders. Kort voor de verkiezing waren bepaalde dingen van op de veiling. De mensen hebben dan twijfelen. Dacht, maar meneer, laat me dan mijn vrijwil kiezen aan anderen. Maar nu hebben ze gezien, nee, we moeten de partij opbouwen. Dus ik heb vertrouwen. Je weet, het is voor het eerst dat de PL één zit. De PL is altijd gewaardeerd boven de 5 zetels. Met geluk willen hebben.
de voorzienigheid wil hebben dat wij toch samen gaan met ABOP. Anders zouden wij buiten zitten. Anders zou misschien ABOP ook niet in de regering zijn, GVP worden. Misschien zou de NDP nog blijven. Maar de omstandigheid wil hebben dat wij samen zijn. Dus, ik ben bijzonder positief. En 2023 zeggen wij, meneer, we starten op 28 januari om te launchen. Ja, dat de PL en ABOP samen gaan. Ja, als dan Brunswijk af van wil heeft tot 2030, 2035, dat zeg ik altijd. Ja, maar laten we voorstellen met 2025. Ja, dat wij dan het gaan beklinken. Ja, gewetig of ongewetig kiesstelsel, mag niks uit. Maar we gaan samen de verkiezingen in. En ik zeg nogmaals, ik speel geen verloren wedstrijd. Als ik bijvoorbeeld zie dat we niet kunnen gaan tegen, ja, tegen wie dan ook. Dan doen we niet mee. Stel je voor dat Suriname zich gaan aandienen om tegen Argentinië te spelen. Dat is een verloren wedstrijd. Ja, dus ik moedig mijn mensen uit. Ik stimuleer mijn mensen uit. Dat luister, laten we ons totaal inzetten. Wil je zetelzaal niet natte vingerwerk. Je moet inzetten, hard werken voor. En niet alleen de mensen verleiden of bekoren, maar de mensen daadwerkelijk helpen. Wat denkt u, heer Somaharjo, mede gelet op uw lange politieke carrière en uw kennis in de politiek, wat gaat bij de komende verkiezingen met name spelen voordat de kiezer hun stem zal uitbrengen? Het gaat meer het kapitaal. Kapitaal gaat een belangrijke rol spelen. En daarom moeten we niet met de leer vooraf. De strijd tegen het kapitaal en de hefnot moet de hefnot kunnen overleven. Want het wapen ligt in de hefnot. Maar het kapitaal kan het wapen kopen. Dat moeten wij voorkomen. Maar het wapen van de hefnot is het stemrecht. Het recht om te stemmen. En dat moet je niet verkopen. Het recht om te stemmen moet je niet zomaar weggeven. Niet onderschatten. Het is misschien 1 minuut. Ja, maar dat betekent 5 jaar lang de toekomst van je kindskinderen terzijde leggen. En in welke categorie valt de Pechelhoer? De hef of de hefnot? Nou, de Pechelhoer is... door de hefnot, maar je hebt ook een aantal solvabelen. En met die solvabelen moeten we de hefnot ondersteunen. Zoals wij nu zeggen, maar speciaal hoor, de kracht van de partij is de sociale kracht. Ja, in elk onderwerp, denk maar aan Bisma, die denk nu aan het helpen van de kerstpakketten, de sharpakketten, doen wij ook mee. Ja, denk maar aan de kinderdag, doen wij ook mee. De kracht van de sociaal. Ja, we zijn sociaal.